punt, de boodschap, punt, today. Minister Gopal ontvangt nieuw bestuur Surinaamse Atletiekbond. Het nieuw bestuur van de Surinaamse Atletiekbond, de SAB, een van de grootste sportbonden in Suriname, onder leiding van Dennis MacDonald, heeft een bezoek gebracht aan de minister van Sport en Jeugdzaken, Lalini Gopal. Tijdens het onderhoud is de jaarkalender van de bond aan de minister voorgehouden. Hiernaast is er ook aandacht besteed aan samenwerkingsmogelijkheden. Voorzitter MacDonald heeft aan het eind een boek over medaillewinnaars van de Zuid-Amerikaanse Spelen overhandigd aan de minister. Het nieuwe bestuur is in november 2018 gekozen. De bond is reeds in voorbereiding voor 4 grote internationale meetmomenten, namelijk de Pan-Amerikaanse en de Zuid-Amerikaanse Spelen, wereldkampioenschappen en de Consider Games. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.